Een hele goede middag, beste vrienden carnavalisten. We gaan er stilletjes aan beginnen aan het evenement van vandaag, de verkiezing voor Oost-Vlaanderen. Maar voordat we beginnen had ik graag Bianca van de vereniging vooraan gevraagd, de voorzitter van de jury, als ook de getuige van ons kandidaat Diego. Intrede alsjeblieft. Dames en heren, zoals jullie gezien hebben, de stembus is leeg. De sleutel, die gaat bij mij. En ik krijg ook de vraag om alle stembiljetten aan de ingangskaart te laten hangen. Anders is jullie stem ongeldig. Ondertussen wil ik vragen dat de mensen van de jury zich klaarhouden achteraan in de gang voor een interview. Alsjeblieft.
is Tashke, Canada Prinses van Lelyberg 2023. Natuurlijk een jury zonder voorzitter en secretaris. Dat gaat niet. Deze twee mensen zijn niet stemgerechtigd. En als secretaris, dus de man van de cijfertjes en de lettertjes, Benjamin de Buur, senior prins KV de Vettenos uit Gent. En als voorzitter van de jury hebben we Van Huffelmaxie, prinses Anders van Lieden-Oost-Vlaanderen 2019. En dan hebben we natuurlijk een kandidaat vanavond. En een kandidaat zonder getuigen, dat kan niet. En dat is René. Zo, dan zou ik zeggen, beste juryleden, ga jullie maar gaan terugtrekken om alles in gereedheid te brengen. En dan zien jullie zo dadelijk terug. Een aftreden voor de jury. Yeah.